Ja, ik kon het niet doen. Je had me geblokt. Oké, nu kan het. Oké. Ja, het is iemand anders aan een andere computer. Oké, oké. Goedenavond, dames en heren. De keukentafel. We zijn een tijdje uit beeld geweest, maar we zijn er weer. En we zijn heel erg blij dat we vanavond Shoshana Nash, meisjesnaam Krammer, hier bij ons hebben. Nou, Shoshana, jij woont in Israël, maar je bent opgegroeid in Amsterdam. Dus wel gewoon een Hollandse vrouw. Misschien wil je ons wat vertellen over je jeugd in Amsterdam. Hoe het was om daar op te groeien. En wat voor mooie dingen daarover kan vertellen. Ja, ik ben inderdaad opgegroeid in Amsterdam. Maar ik ben een trotse Medinestamper, zoals ze dat zeggen. Want ik ben geboren in Groningen. Oh. En toen ik 3 was, toen zijn we naar Sittard in Limburg verhuisd. En hebben toen 1 jaar gewoond. En toen we dus eenmaal in Amsterdam terechtkwamen, toen spraken we Grunnings met de Zachtigé. Dus dat is super Medina-achtig. Maar inderdaad, daarna hebben we in Amsterdam gewoond. En daar ben ik dus inderdaad naar school gegaan. Ospina, Maimonides, Bnei Akiva, de Joodse jeugdvereniging. En toen wist ik natuurlijk helemaal zeker dat ik, nadat ik met mijn middelbare school klaar was, Aliya zou maken. Ik zou naar Israël gaan en dat wist ik helemaal zeker en dat had ik me ook voorgenomen. En zoals altijd in een gezin, als de eerste iets wil, dan moet hij daar veel meer voor vechten dan de tweede of de derde. Want dat is moeilijker door te slikken. Dus ik was in ons gezin de eerste die zei, ik ga naar Israël, ik maak Aliya. En toen zeiden mijn ouders, nou dat is goed, maar dan moet je beloven dat je na 1 jaar terugkomt. En toen zei ik, ja, ik kan dat niet beloven, ik weet het niet. Misschien wil ik daar wel blijven. En toen zeiden ze, nou ja, als je het niet belooft, kan je niet gaan. Toen zei ik, ja, maar ik beloof het niet. Dus ging ik niet. Mijn zus, de tweede die we naar Israël wou, die zei, ja, ik wil naar Israël. En toen zeiden ze, dan moet je beloven dat je na 1 jaar terugkomt. En toen zeiden ze, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En toen zeiden ze van, nou ja, oké, ga maar, we zien wel. Die is gegaan en die is gebleven. Dus dat is meestal, als je de eerste in een gezin bent die iets anders wil. Dus ik ben inderdaad in Nederland gebleven en ik heb daar de HBOV gedaan, de hoger beroepsopleiding voor verpleegkunde. En toen dacht ik, nou dan ga ik na mijn studie, ga ik gewoon naar Israël, dat was 4 jaar. Dan ga ik dan naar Israël, dan ben ik klaar, dan ben ik heb ik gestudeerd en dan ga ik een baan zoeken. Niet wetende dat ik in die 4 jaar mijn lieve man zou tegenkomen. En toen aan het einde van mijn studie... Toen een jaar later zijn we getrouwd, maar dat was in België. Dus toen hebben we eerst 4,5 jaar in Antwerpen gewoond. En na 4,5 jaar, toen zijn we inderdaad samen met 2 kindjes op Aliya gegaan. We hadden eigenlijk gepland dat we na 2-3 jaar naar Israël zouden gaan. En toen bleek ik zwanger te zijn van de tweede. En toen zei ik, wauw, ik spreek de taal niet. En ik ken de mensen niet. En ik weet niet hoe je daar in het ziekenhuis moet bevallen. En ik ga liever met een baby in mijn armen dan met een dikke buik daarheen. Dus hebben we gewacht. En toen de baby inderdaad 3 weken oud was, hebben we Aliya gemaakt. Nu heb ik geen idee hoe ik dat gedaan heb. Want volgens mij is dat niet het juiste wat je moet gaan doen als je 3 weken na een bevalling bent. Maar je bent jong en je denkt niet na en je doet het. En dat is het. En het lukt. Je denkt niet na, je doet het gewoon. Als ik nu bedenk, had ik dat nog een keer zo gedaan, dan had ik het misschien een beetje anders gedaan. Maar je springt in het water en je doet het gewoon. En ja. Het was inderdaad even, letterlijk... Even je onderbreken, want je bent nu binnen 5 minuten van je geboorte tot aan de geboorte van je tweede kind. Maar ik wilde heel graag weten, want voor zover mij bekend is jouw vader een gynaecoloog, klopt dat? Ja. 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 En was hij dan al gynaecoloog in Groningen toen waar jij geboren werd? Of was hij toen nog niet aan het werk als gynaecoloog? Ja, zeker. Hij was toen eigenlijk afgestudeerd als gynaecoloog. En toen moest hij 1 jaar stage lopen. En toen kon hij kiezen tussen 1 jaar naar Curaçao of 1 jaar naar Sittard.
En hij was enigst kind. En hij dacht, nou, Curaçao, dat is wel heel ver weg. Als je dan helemaal, als je zo ver weg zit en je ouders hebben verder geen kinderen meer in het land. Dus toen hebben ze een jaar Sittard gekozen. En toen kwam hij naar Amsterdam. En toen was hij dus inderdaad, toen is hij zijn eigen praktijk begonnen. Toen was hij dus gespecialiseerd en afgestudeerd. En zo zijn wij inderdaad in Sittard terechtgekomen. En daarna is hij altijd in Amsterdam geweest, gewoond, en tot 2015. Maar daar heeft hij dus zijn eigen praktijk gehad en aan het CIS ziekenhuis gewerkt. Met assistentie van mijn moeder, die verpleegkundige is. En die hebben dat samen gedaan eigenlijk. En mijn moeder was ook, kon ook assisteren in de operatiezaal. Dus het gebeurde wel eens dat ze samen opereerden. En mijn oudste zus Floriet, die was ook verpleegkundige, ook op de operatiezalen. Dus het is wel eens voorgevallen dat er een dame lag en die moest dan geopereerd worden. En dan zei mijn vader, nou, ik ben de dokter, hè, dat kende ze. Dit is mijn vrouw, die komt me helpen. En dat is mijn dochter, die werkt hier ook. En toen, ja, dat is natuurlijk heel raar als je dan op de operatiezaal tegenkomt en je blijkt dat ze vader, moeder en dochter allemaal eventjes samenwerken. Dus dat is wel heel bijzonder geweest, ja. Ja, en ik neem aan dat er best veel Joodse kindertjes in Amsterdam onder begeleiding van jouw vader geboren zijn. Ja, absoluut. En niet alleen dat, hij heeft ook de kinderen van die kinderen op de wereld gezet. En dat was natuurlijk helemaal een bijzondere gebeurtenis. Ja, zeker. De tweede gen, ja. Ja, en hij werkte, was het in de oude CIS, in de Obrechtstraat? Ja, daar is het begonnen. Ja. Eerst daar. En toen ze verhuisden naar Amstelveen, is hij natuurlijk mee verhuisd naar Amstelveen. Ja, maar het begon daar. Ja, en misschien heel kort. Je ouders zijn allebei van oorsprong Nederlands. Mijn ouders en hun ouders en hun ouders, we zijn echt generaties terug, echte Nederlanders. Wij zijn dus ook van die Nederlanders die melkkost na Shabbosmiddag eten. En we zijn zelfs van die Nederlanders die op Leila Seideravond een matze met kaas eten. Zo Nederlands zijn wij. Dus het is echt vele generaties terug. Oké. En je ouders zijn allebei van na de oorlog, neem ik aan. Nee. Mijn vader was van 1938 en mijn moeder van 1939. Oké. Okay. Ja. Dus we zijn echt heel Nederlands. We zijn zo Nederlands dat wij dus ook thuis, ik ben met een Belg getrouwd. Wij eten net op zaterdagavond een matze met kaas. En mijn schoonzoon, die een Marokkaanse achtergrond heeft, die wist dus inderdaad de eerste keer niet hoe hij dat moest doorslikken, maar dat heeft hij wel geleerd. Dus hij eet met ons mee een matze met kaas op vrijdagavond, op zaterdagavond. Oké, okay, ja. En Shabbosochtend een gebakken scholletje? Nou, niet meer. Ik moet eerlijk zeggen, de periode dat wij in Antwerpen woonden en ik dus mensen ging uitnodigen, we waren pas getrouwd en dan probeer ik contacten te leggen met iedereen. Dus ik had me heel erg uitgesloofd en viskoekjes gemaakt en een gebakken visje. En de mensen die ik uitnodigde, de vrienden van mijn man, ik begreep dat er was iets mis, maar ik wist niet goed wat er mis was. Maar ik merkte aan hun reactie dat er iets niet klopte. Totdat we iedere keer werden teruggevraagd. En daar zag ik Tjoelend en dan zag ik van alles en nog wat. En dacht ik van, oh jee, ik doe vast iets verkeerd. En toen hebben we het inderdaad omgegooid. En toen zijn we op Shabbosmiddag vlees gaan eten. Zodat we de mensen op hun gemak konden stellen als ze bij ons kwamen. En sinds die tijd eten we inderdaad Tjoelend en vlees. En dat hebben we laten varen. Kegel, ja. Dus dat is okay. Er wel ingekomen. Jawel, dat wel. Oké, en kan je een beetje vertellen over... zeg maar de kinderen, hoe het was op Rospina, Maimonides en natuurlijk ook Bnei Akiva, wat natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van je jeugd moet zijn geweest. Ja, zeker. Kijk, op Maimonides en Rospina wist je gewoon niet beter. Dat is de school waar je heen ging, zeker Rospina. Dat werd voor jou besloten natuurlijk en daar heb ik ook helemaal geen spijt van gehad. Ik denk in de loop van de jaren is het natuurlijk veranderd. Maar ik heb daar een leuke tijd gehad. Ik heb daar een goede tijd gehad. Dat was prima eigenlijk. En Maimonides, ik ben geweest op Maimonides eerst in de stad Timmertijn. Dat was nog net voordat ze verhuisden naar Buitenveldert.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet echt toen heel veel heb nagedacht van waar wil ik nou naar school. Mijn vrienden gingen daar naar school en iedereen ging daar naar school en het was een logische stap. Een enkeling die koos ervoor om ergens anders naar school te gaan, maar ik heb daar eigenlijk nooit echt over nagedacht. Dat is wat je deed, dat was normaal, zo ging het gewoon. En dat heb ik ook geen spijt van gehad. Bnei Akiva was voor mij heel belangrijk toen. Ik ben ook heel actief geweest als madriga en in de leiding en Rosh Machaneh en dat soort dingen allemaal. En ik kan me wel herinneren dat ik toen zei, weet je, tegen onze vrienden, waar maken we ons zo druk om? We geven zoveel tijd aan Bnei Akiva. Maar ja, en dat niet altijd makkelijk natuurlijk. En niet altijd wordt alles geapprecieerd. Nou ja, dan moet je toch gaan kijken, waarom doe je het nou? En nu achteraf ben ik heel erg blij dat ik het allemaal gedaan heb. Want ik zeg altijd, en nou spring ik gelijk eventjes een heel stuk verder. Maar mijn werk in Beit Juliana komt eigenlijk heel veel overeen met mijn werk wat ik toen deed. In het organiseren van Maganot van Bnei Akiva. Ik zeg altijd, de kinderen die we nu hebben, dat waren de ouders die we toen hadden. Het heeft heel veel gemeenschappelijk. Dus meneer Akiva was heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook bepalend geweest voor het feit dat ik naar Israël wou. Dat is eigenlijk ook de manier waarop ik mijn man heb leren kennen. Dus het is absoluut een hele mooie tijd geweest. Vrienden gemaakt. Vrienden gebleven. Maar je zegt dat je man is Belgisch, maar je hebt hem via meneer Akiva leren kennen? Ja, en dan vragen de mensen natuurlijk altijd, waar heb je hem dan leren kennen? En dan is ons vaste antwoord in het Vaticaan. We hebben elkaar in het Vaticaan leren kennen. En dat was eigenlijk omdat er een internationaal lang weekend was van Bnei Akiva. En Kennis Boegrim heette dat dan. En ik ging vanuit Nederland en hij ging vanuit België. En hij vertelt dat hij de hele weekend heeft nagedacht hoe hij mij nou aan de praat moest krijgen. En uiteindelijk de laatste bezichtigwaardigheid die we deden, dat was dan het Vaticaan. En toen heeft hij dan uiteindelijk toch maar besloten om me aan te spreken, want daarna ging iedereen weer terug naar zijn eigen land. Dus wij zeggen altijd, we hebben elkaar in het Vaticaan leren kennen. En toen, en toen is iedereen terug naar zijn eigen land gegaan, Antwerpen. En Amsterdam ligt niet zo ver weg van elkaar, dus dan hou je contact. En dan gebeurt er wat er gebeurt. Op een gegeven moment ben je getrouwd. Ja, mooi. Goed, ja. En nu gaan we naar Israël. Je komt aan in Israël met 2 kleintjes waarvan de jongste 3 weken oud is. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, het ging zo. We hadden dus besloten, we gaan op Aliyah. Maar we hadden dus geen huis en we hadden geen banen en we hadden niks. Dus we waren nog wel zo verstandig om niet samen tegelijk te gaan, terwijl we helemaal niet wisten waar we naartoe moesten gaan. Dus we hebben onze spullen ingepakt en er is een container verstuurd. En toen zei Ronnie, dat is mijn echtgenoot, die zei, ik ga eerst alvast. En als ik dan een flat heb en ik heb een baan gevonden, dan bel ik je op en dan kom je ook. Dus ik heb 3 weken bij mijn ouders gelogeerd. En toen belde hij op en zei hij van, nou, ik heb een flatje en ik heb een baan gevonden, kom maar. Dus 3 weken later, toen was hij intussen, mijn zoon was al 6 weken oud. En toen zijn we dus op Aliyah gegaan. En ik kan me dat heel goed herinneren. Want dat was de tijd dat er natuurlijk geen mobiele telefoons waren. En ik was daar dus met 2 kleine kindjes. En het vliegtuig landde in Israël. En er waren regens, zoals we vandaag hadden. Je kan de straat niet oversteken. Enorme plensbuien. Die ken je in Nederland niet, hè? In Nederland kan het de hele dag regenen, maar niet zo erg dat je gewoon de straat niet meer kan oversteken. En ik stond dus in dat vliegtuig met 2 kleine kinderen en het stortte van de regen. En toen zei de stewardess, weet je wat, wacht maar eventjes, want er is hier een mevrouw en die is met de rolstoel en die wordt afgehaald door een team van de grondstewardess en dan kan je mee. Nou, dat is een prima idee natuurlijk met die 2 kleine kindjes. Want het was niet zoals het nu gaat. Hè? Je moest de trap af en dan moest je de bus in. En dan werd je met de bus naar het hoofdgebouw gebracht. Dus ik zei, nou dat is wel fijn, want ik zie dat niet zitten met die 2 kleine kindjes. Dus ik wachtte en toen kwam het grondpersoneel. En die zeiden, nee dat kan niet, want je staat op onze lijst. En toen zei ik, ja maar er is mij gezegd, ik kan wachten, want ik kan mee. In het Engels natuurlijk, want ik sprak nog geen Ivriet. En heel netjes, want ik kende de Israëlische mentaliteit nog niet zo.
Dat zei, nee, dat kan niet. Ik zat niet op de lijst. Bye. En toen waren ze weer weg. En toen stond ik daar. En er was intussen helemaal niemand meer in dat vliegtuig. Alleen ik bij die ingang. En de bussen reden ook niet meer. Die trap stond er nog net, maar dat was ook het enige. En ik stond daar zo en ik dacht, ik blijf zitten. Ik ga met het vliegtuig terug. Ik ga daar helemaal niet uit. Ik ga weer terug naar Nederland. Ik ben hier klaar. Ik heb het wel gezien. En toen kwam mij... Tussen aan de achterkant was het vliegtuig, waren de schoonmakers al bezig om het vliegtuig weer schoon te maken voor de terugreis. Dus ik dacht, ik blijf. En toen kwam de verantwoordelijke van de schoonmaak. Die begreep dat ik dus gestrand was in het vliegtuig. Toen heeft hij me met zijn auto naar het hoofdkantoor gebracht. En toen moest ik worden afgehaald door iemand van de Gunele Holland. Dat was toen Rick Levy. Misschien zijn er wel mensen die luisteren en herkennen. En haar taak was onder andere om inderdaad een nieuwe Olim af te halen op het vliegveld. En die kwam daar helemaal overstuur en die zei sorry, sorry. En ik was overstuur, want ik zei sorry. Want ze had meer dan 1,5 uur op mij moeten wachten. Want ik was dus gewoon in de vliegtuig blijven steken. En zei nee, sorry, sorry, ik moet sorry zeggen. Dus wij alle twee, nee, sorry, sorry. Maar bleek nou, er was een bommelding geweest. En er waren nog geen telefoons, dus zij kon mij niet bereiken en ik kon haar niet bereiken. En er was een bommelding, dus ze had het hele vliegveld afgezet. En ze kon er helemaal niet langs. Zij heeft dus 1,5 uur staan wachten totdat ze eindelijk er langs mocht. Niet wetende dat ik gewoon ook 1,5 uur vertraging had, omdat ik het vliegtuig stond. In ieder geval, dat was het begin van onze alia. Maar daarna is alles goed gegaan. En toen zijn we begonnen in Bnei Brak. Daar hebben we 1,5 jaar gewoond. Het was toen heel makkelijk, want mijn zus woonde daar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat wij al heel snel begrepen dat ik niet op alia, of dat wij niet op alia zijn gegaan om in Bnei Brak te wonen. Dus toen zijn we verder gaan zoeken. En toen zijn we op de een of andere manier in Beit Shemesh terechtgekomen. Dat is intussen, moet ik even heel lang nadenken, iets van 23 jaar geleden. En toen was Beit Shemesh nog een ontwikkelingsstad. Dat was helemaal niet wat we nu hebben. En ik zie Ellie Frank knikken. Want die woont ook in Beit Shemesh. Maar Beit Shemesh had toen 1 supermarkt. Ik ging dus gewoon terug naar Bnei Brak om boodschappen te doen. Want ik had bijna geen winkels daar. Intussen is Beit Shemesh een enorme stad geworden en nog steeds enorm groeiend en geen ontwikkelingsstad meer. En tegenwoordig moet je zeggen, als je uit Beit Shemesh komt, dan moet je zeggen Beit Shemesh of Ramat Beit Shemesh. Ramat Beit Shemesh is dan een heuvel verder. En dan voor de mensen die echt op de hoogte zijn, die vragen, ja, maar welke Ramat Beit Shemesh? Alef, Beit of Gimel of Dalet? Want Ramat Beit Shemesh Beit, dat is natuurlijk de Beit Shemesh dat we horen op de... Op de televisie en dan hoor je de relletjes die er zijn en het extremisme dat er daar is. Dat is dus niet alles waar ik woon. Maar dat is wel, ja, Beit Shemesh. Dus, ik heb ook in Beit Shemesh woont, dus ik weet het. Zij is daar net naartoe verhuisd, maar zij woont dus in Ramat Beit Shemesh Gimel. Ja, dat is de nieuwe hit. Alef zit vol en Beit is dus een hele specifieke groep. En Gimel, dat is enorm in ontwikkeling nu. Dat is, maar dat is ook heel erg volgebouwd al. En ze hebben Dalet Hey en Waf. En ze hebben echt al zeven subgroepen van die Ramat Beit Shemesh. Ja, het is enorm. Er wordt enorm gebouwd. En er komen ook mensen van over de hele wereld. Het is echt een smeltkroes van alles. Je hebt, nu is er natuurlijk heel veel Anglo-Saxen, heel veel Engelssprekenden. Grote Franse groep nu ook. En in het Beit Shemesh wonen ook heel veel Russen en Ethiopiërs. Het is echt een mix van Israël eigenlijk. Ja. Maar jullie zijn niet in Beit Shemesh gebleven? Nou, we wonen in Ramat Beit Shemesh. Oh, je woont daar nog steeds. Dus je reist elke dag heen en weer? Ja, ik reis gemiddeld een uur de ene kant op en dan weer een uur de andere kant op. Dus ongeveer 2 tot 2 uur en 20 minuten ben ik onderweg om naar het werk te gaan. Ja. En ik werk dan in Herzliya. En dat doe ik nu al, wauw, moet ik even heel goed nadenken, 25 jaar. Ja. Wauw, dat is inderdaad heel erg lang. Ja. Ja, ik had nooit gedacht dat ik het zo lang op één werkplaats zou uithouden. Ik ben altijd zo iemand van, eens eventjes kijken en dan gaan we weer verder. Maar ik ben nog altijd aan het kijken. Oké. Nou, we willen heel graag horen hoe dat... Nou, vertel voor de mensen die het niet weten, wat is Beit Juliana?
Bet-Juliana is eigenlijk een oudere, is een wooncentrum voor oud-Nederlanders die in Israël wonen. En het is opengegaan in 1979, dus het heeft ook al 41 jaar bestaat het nu. Het heeft een systeem waar je dus aanleunwoningen hebt voor geheel zelfstandige bewoners. Je hebt ook een soort tussenafdeling, wat je misschien in Nederland kan vergelijken met een verzorgingsafdeling. Je hebt ook een verpleegafdeling en je hebt ook de psychogeriatrie. Dus eigenlijk is het complex zo opgebouwd, als iemand die dus ervoor kiest om in Bet-Juliana te komen wonen, tot 120 kan hij verzorgd worden in het huis en hoeft hij niet opnieuw te verhuizen. Is het een thuis voor iedereen eigenlijk. Merendeel van de mensen zijn dus inderdaad Nederlands of Nederlands sprekend. We hebben het ongeveer over 80% van de mensen zijn Nederlands sprekend. Bij Nederlands sprekend heb ik het ook over Belgen. We hebben ook een paar Belgen. Die klappen Vlaams, maar dat vinden we goed. Dat is oké. De rest is eigenlijk grotendeels uit Europa of Oost-Europa. Ongeveer 75, 80% van de bewoners zijn ook Holocaust survivors. En we hebben momenteel ongeveer 170 bewoners. Ik kan zeggen, het is gewoon levenskwaliteit. Ik mag reclame maken? Absoluut. Ah, oké. Okay. Het is absoluut levenskwaliteit. Ik zeg altijd, ik loop daar rond en ik kijk en dan zit ik altijd te denken van, zou dit goed zijn voor mijn ouders? En als ik denk van ja, dit zou ik goed vinden voor mijn ouders, dan zijn we op de goede weg. En als ik denk, zou ik hier zelf ook willen wonen, dan zijn we helemaal op de goede weg. En mijn ouders wonen er en ik ben ook onderweg. Dus ik denk dat de staf heel erg. Wat zegt Ellie? Dus ik denk dat de staf heel erg zijn best doet. We hebben Nederlands sprekend personeel niet alleen. En we hebben eigenlijk personeel de hele wereld of van over de hele wereld. En ik heb een keer, dat was een mooi verhaal eigenlijk, op de verpleegafdeling. Een mevrouw die werd ondersteund en er werd met haar gewandeld door een Ethiopische verzorgster en een Nederlandse verzorgster. En die zongen met haar een liedje en ze liep. En die mevrouw die liep niet makkelijk. Dus ik zat zo te kijken, wat zingen jullie nou met haar? Want het was niet Ivriet. Het was geen Nederlands, het was geen Engels en het was geen Ethiopisch. Dus ik had zoiets van, wat wordt hier nou gezongen door jullie? En toen zongen ze met z'n tweeën het Poolse volkslied. Die dame kwam namelijk uit Polen. En ik zei, waar kennen jullie het Poolse volkslied nou vandaan? En ze zei, ja, we weten niet wat dit is, maar dat zingt zij altijd. Dus als wij dat zingen, dan begint zij te lopen. Dus nou, dat is een beetje wat we dan in Bet-Juliana tegenkomen. Je hebt dus mensen van over de hele wereld. En dat gaat gewoon. Dat werkt. Ze lopen, wou ik zeggen. Het gaat prima. Dus het is een smeltkroes van mentaliteiten, van talen. En het is een heel erg Nederlands huis. Wauw, mooi. Nou, ik zal je zeggen, ik ben in Bet-Juliana geweest voordat jij daar was. Wanneer was dat dan? Je zegt in 19, toen het net open ging, in 79, toen waren wij met het gezin in Israël omdat mijn jongste oom trouwde. Ja. En toen was net het boekje van twee Joodse vragertjes gedrukt. Tot die tijd was het alleen maar in stencilvorm. En dat boekje werd gedrukt door Amphora Books. En mijn vader die had ook een voorwoord in dat boekje geschreven. En ik mocht met mijn vader mee om dat boekje te overhandigen aan Clara Ascher-Pinkhoff. Dus dat heb ik gedaan. Alleen ik was nog heel klein. En het drong niet echt tot me door wat de betekenis was van dat moment. En als volwassen vrouw en de boeken lezen van Clara Ascher-Pinkhoff. Mijn kinderen zeggen dat ik een beetje idool van haar ben geworden, maar misschien is dat ook wel zo. Zij was dus een van de eerste bewoonsters in Bet-Juliana. En was natuurlijk heel blij dat haar boekje gedrukt werd en voor kinderen nog steeds gebruikt kon worden om ze. Nou, dit was echt een kinderboekje. Hè. Ik heb het nog steeds thuis en ik heb het ook voorgelezen aan mijn eigen kinderen. Dus dat was mijn ontmoeting in Bet-Juliana. Maar daarna ben je nooit meer teruggekomen?
Nee. Nou, dan nodig ik je uit voor een kopje koffie. Dankjewel. Na de corona. Ik heb een oom die woont in Herzliya, de tweelingbroer van mijn vader. Ja. Maar ik ben ook nooit bij hem, ik ben wel bij hem op bezoek geweest, maar het is ook alweer heel lang geleden. Ja, Baruch Hashem, de familie is zo groot. Je komt er eigenlijk niet aan toe om iedereen te ontmoeten. Nee. Nou, hij is inderdaad een van onze vaste bezoekers in Beit Juliana, want hij geeft 1 keer in de week, dat was voor de coronatijd natuurlijk, 1 keer in de week gaf hij shiur. En zodra het weer kan, dan hoop ik dat hij snel weer terugkomt om shiurim te geven. En ik moet me inderdaad, de eerste keer dat ik hem zag in Beit Juliana, toen wist ik ook zeker dat het jouw vader was. En ik ging naar hem toe en ik zei hem dag. En ik zag dat hij me niet echt kende. Toen dacht ik, hoe kan dat nou eigenlijk? En toen besefte ik me dat hij gewoon verschrikkelijk op zijn broer lijkt. Ja. Ja, ja. Je zal niet de enige zijn die dat meemaakt. Want mijn vader en mijn oom hebben dat continu, dat mensen ze verwarren. Ja. Dus maar de volgende keer dat je dan weer in Israël bent en na de corona en dan kom je naar Beit Juliana en dan zal ik je het een en ander laten zien. Ja, mooi. Want je hebt ook, en dat hebben we op de telefoons kunnen zien, de filmpjes, de clipjes, dat je hebt de koning op bezoek gehad. Ja. Hoe is dat gebeurd en hoe is dat gegaan? Het was eigenlijk zijn eigen initiatief. Hij kwam dus voor de herdenking van de internationale Holocaust-herdenking. En hij had in de ochtend, dus eigenlijk zijn hele bezoek stond in het kader van de Tweede Wereldoorlog. En hij had die ochtend had hij een bezoek aan het Yad Vashem museum in Jeruzalem. En toen had hij zoiets van, maar dan wil ik eigenlijk ook wel Nederlands ontmoeten die dit overleefd hebben. Die uit deze generatie zijn. Nou, en dat is natuurlijk Beit Juliana. Je hebt ook in Gaifa, heb je ook Beit Jolis, maar dat was een stukje verder weg natuurlijk. Dus hij is ochtends is hij in Yad Vashem geweest. En toen is hij met de auto naar Juliana gegaan. En daar heeft hij dus inderdaad een rondleiding gehad. En toen is hij in contact gekomen met de bewoners. Ze hebben dus inderdaad, de bewoners die hebben hem verhalen verteld. En dat was voor hem eigenlijk heel bijzonder. En voor onze mensen eigenlijk ook heel bijzonder. Want ze voelden een beetje respect. Ze voelden een beetje erkenning op die manier. Mensen hadden ook dingen meegenomen om hem te laten zien. Hè? Dingen, foto's die ze hadden. Een bewoner die dan het nummer in haar arm wou laten zien. En dat werd voor hem eigenlijk heel anders. Niet meer een museum wat hij 's ochtends had gezien. Foto's en verhalen die hij hoorde. Plotseling zag hij de mensen en sprak hij de mensen. En dat was echt voor beide was dat een hele bijzondere ontmoeting. Ja, dus hebben de mensen ook heel erg gewaardeerd dat hij dat gedaan heeft. Ja, ik vond het ook heel mooi om te zien dat toen hij binnenkwam dat iemand heel hard op braga zei. Die je zegt dus als je een koning ziet, dat is ook iets wat, wanneer gebeurt dat nou? En dat is dus gefilmd, dat hebben wij hier in Nederland ook gezien. En dat was wel heel, heel erg mooi ook om te zien. Volgens mij ben jij vastgelopen. Jullie horen mij wel, neem ik aan. Maar we horen Susanna niet meer. Nee. Even kijken. Ik zal even... Ja, ik denk dat iets met de telefoon. Oké. Okay.
Nou, we gaan het even proberen Susanna te bellen. Oké, nou, ik heb, ik heb Susanna te pakken. Ja, laten we er maar in. Susanna laat net weten dat er was een stroomonderbreking door de bliksem. Dus zo gaat dat daar. Met dit weer, dan is het gewoon even weg. Maar als het goed is, komt ze weer binnen nu. Susanna, ben je daar? Ja? Ja, lukt het niet? Ja, ik kan mezelf niet unmuten. Je kan jezelf niet unmuten. Fanny, kan je haar unmuten? Jij moet het doen. Ja, nee, ik zeg het tegen mijn dochter. Oh. Je staat erin met de naam Ronnie Nash. Ja, maar er zijn meerdere. Ja, nu is het goed. Oké. Ja. Nou, dat alle problemen zo snel weer opgelost worden. Ja, zo is het. Dat hebben we hier soms. Als het heel erg dondert of regent, dan krijg je stroomonderbrekingen. Ja. We hadden het over de ervaring van de koning in Juliana. Ja, dus dat was inderdaad, de bewoners voelden dat een beetje als erkenning. Er zijn toch mensen uit die generatie die het zijn overgrootmoeder kwalijk hebben genomen eigenlijk, dat hij naar Engeland is gegaan in de oorlogstijd. Ze vonden het dus eigenlijk wel, wat ik zeg, een vorm van erkenning dat hij dus is gekomen om hun te ontmoeten. Dat heeft ze wel goed gedaan. Hij heeft echt de tijd ook genomen om met de mensen te zitten en een praatje te maken. Dat was heel indrukwekkend. Ja. Dat vond hij dus ook, begreep wat hij vertelde daarna over zijn ontmoeting. Dat is een mijlpaal, een van de mijlpalen, denk ik, als je huis bezocht wordt door een koning. Het was eerlijk gezegd dat zijn oma ook op bezoek is geweest. Zij was toen weer prinses Juliana. In de tijd dat zij koningin was, is ze niet geweest, maar toen zij weer prinses was, is ze wel geweest. Dus dat is mooi. En zijn oma en hij. En Beatrix zelf niet? Beatrix nee, is niet. Die is wel in Israël geweest, voor zover ik weet, maar dat was niet officieel en niet in Beit Juliana. Oké. Nee. Ja, want ik weet dat ze heeft een bezoek gebracht aan Israël, maar dus niet. Ja. Oké. Nou, en waarschijnlijk zullen de mensen dan ook op de hoogte zijn geweest met 4 mei van de toespraak van de koning op de Dam. Want daar heeft hij voor het eerst ook, zeg maar, aangegeven dat wat zijn overgrootmoeder gedaan had, toch niet echt zo oké was. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat zoveel jaren daarna te doorgronden. Maar het is wel heel mooi dat hij daar inderdaad iets over gezegd heeft. Want dat speelt inderdaad. Bij de generatie van onze bewoners, ja, speelt dat wel. Ja. Ja.
Want ik heb net verteld over mijn ontmoeting met Clara Ascher-Pinkhoff. Maar ik stel me voor dat er best heel veel bewoners zijn of zijn geweest die al misschien niet meer leven. Die ook hele bijzondere verhalen hebben van hoe ze de oorlog hebben overleefd. Is dat iets waar de mensen over praten met elkaar of met jullie als leiding? Ja en nee. Toen ik dus 25 jaar geleden in Beit Juliana kwam, toen was het een beetje zo van, ja, praat maar niet over jouw verhalen, want iedereen heeft zijn eigen verhalen en ik zadel jou niet op met de mijne, want ik wil ook de jou niet horen. Iedereen zat een beetje dus met zijn eigen verhalen en dat was genoeg. En de enige periode waarin het wel naar boven kwam, dat was rond Yom HaShoah, de Joodse dodenherdenking. En dan wel. Ik zie in de loop van de tijd, nu de afgelopen jaren, wordt er toch wel steeds meer aandacht besteed. Ook door de bewoners zelf, die eigenlijk toch meer gaan vertellen. We weten dat met het ouder worden je steeds meer teruggaat naar je kinderjaren. En naar je taal, je cultuur en ook je jeugd. Dus er zijn toch mensen, er wordt steeds meer aandacht besteed daaraan. Want de mensen die nu in Beit Juliana wonen, de meeste, dat waren de kinderen van toen. Als ik het kijk over 20 jaar geleden, dat waren niet de kinderen van toen. Die waren wat ouder. Mm-hmm. En die hebben natuurlijk de oorlog toen anders meegemaakt. Ja. Nu zijn het de kinderen van toen. En dat is een beetje anders. Dus er wordt nu wel meer over gesproken. Maar omdat iedereen zijn verhaal heeft, is het ook iets wat bestaat. En iedereen gaat ook gewoon door. Het is niet wat continu, waar iedereen continu bij stilstaat. Ik vind juist dat in Beit Juliana een enorme optimistische sfeer heerst en we maken er wat van en iedereen doet zijn best en we leven nu en dat vind ik heel erg opvallend eigenlijk. Ja, het is iets wat we inderdaad, ik zie het bij mijn vader zelf ook. Hij was natuurlijk ook een kind in de oorlog en toen ik opgroeide werd er nooit iets gesproken over de oorlog. Het enige wat mijn vader wel eens tegen ons zei als we iets niet wilden eten, dan zei hij, toen ik in Siberië was, toen was ik blij met dit. Ja. Nou, hij is natuurlijk nooit in Siberië geweest, maar hij wilde niet noemen Bergen-Belsen of Westerbork. Dat wilde hij niet zeggen. Dus ja. Toen wij opgroeiden, was het ook geen onderwerp van gesprek. Terwijl toen mijn kinderen opgroeiden, ineens ging mijn vader spreken en ging dingen vertellen. Dus verhalen die ik nooit gehoord had. En ja. Nu zie je dat heel veel mensen hun verhaal willen delen. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Omdat we moeten deze verhalen opschrijven. En natuurlijk zijn er heel veel dingen voor gedaan. Je ziet ook dat er ook nu bijvoorbeeld films uitkomen. Bijvoorbeeld Run, My Son, Run. Dat is een verhaal van een Israëlische meneer. Een meneer die nu in Israël woont. En zijn verhaal als klein jongetje, hoe hij de oorlog heeft overleefd. Er is Fanny's Reizen, Fanny's Journey is ook zo'n, dus een film voor kinderen die het verhaal vertelt van een jong meisje in Frankrijk en hoe zij met een groep kinderen de oorlog hebben overleefd. En je ziet dus ook aan het einde van die films, zie je de personage in het echt in Israël of die is gekomen naar de plek van het filmen. Dus het wordt ook heel echt. En je ziet dan ook de persoon die dit verhaal in het echt heeft meegemaakt. Want bij dat verhaal van die Run My Son, in dat verhaal komt dus voordat dat zijn arm is geamputeerd door een ongeluk. En je ziet ineens die meneer, en als je dus goed oplet, dan zie je inderdaad dat hij heeft één arm niet. En ja, ik vind dat ontzettend belangrijk, dat die dingen naar buiten komen. Hè? De verhalen, dat het verfilmd wordt. Dat de jeugd van nu moet ook weten wat onze ouders en grootouders meegemaakt hebben. Ja, je hebt hier in Israël, in de eerste plaats zie je heel vaak inderdaad dat ouders hun kinderen niet willen belasten met wat hun is overkomen. Die willen inderdaad hun kinderen beschermen en vertellen minder. Hier in Israël heb je kinderen die moeten back to the roots gaan. En die moeten hun
grootouders eigenlijk interviewen en een stuk schrijven over hun grootouders. En dat is een heel mooi project eigenlijk. En dan zie je inderdaad dat dus de kleinkinderen naar de grootouders gaan en die dus inderdaad volledig, vrij volledig, hun verhaal vertellen. En dat wordt dus ook op schrift gesteld door die kinderen, dat moeten ze presenteren. Dat is een hele mooie manier eigenlijk, waarbij de jeugd de grootouders in beeld moet brengen. En dan zie je inderdaad dat heel erg naar voren komt. En dan zie je ook dat de grootouders eigenlijk heel graag willen vertellen. En inderdaad zoiets van, als we het nou niet vertellen aan hun, ja, dan weten ze het straks niet. En dan weten hun kinderen het straks niet. En dat heb je nu ook steeds meer, dat heb je met de Yom HaShoah, heb je dat. Dat noemen ze dan de herdenking in je huiskamer, als ik het een beetje mag vertalen. En dan heb je dus dat de oorlogsoverlevenden vertellen aan iedereen die het horen wil in de huiskamer. En daar komen we soms 20, 30, 40 mensen om gewoon te luisteren naar de verhalen van die leeftijdsgeneratie. Omdat het gewoon verteld moet worden. En het is zelfs nu zover dat sommige mensen, die zijn intussen overleden en die kunnen ze hun eigen verhaal niet meer vertellen, dat hun kinderen, die zetten dat voort. Dus hun kinderen vertellen nu aan leeftijdsgenoten en aan jongeren van, wat was het verhaal van mijn vader of van mijn moeder? Om te blijven vertellen. Ja. Maar ik moet dus zeggen dat in Bethuliana, iedereen die daar woont, heeft het meegemaakt, heeft de oorlog meegemaakt. Maar het is niet iets waar continu iedere dag de mensen daarmee bezig zijn. Ik vind dat de mensen juist heel erg bezig zijn met wat ik zeg, leven van nu en optimisme en activiteiten, levenskwaliteit. Dat is eigenlijk wat wij doen, we verkopen levenskwaliteit. Dat is natuurlijk het mooiste wat je mag verkopen. Dat is heel erg opvallend bij ons. Ja. Maar dat natuurlijk wel de kleine... Je hebt natuurlijk wel de kleine dingetjes. Hè? Bijvoorbeeld de bewoners die kunnen er echt niet tegen. En dat begrijp ik helemaal. Als ze in de rij moeten staan voor hun maaltijd. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Dus we hebben dan een buffetsysteem. En als ze dus moeten wachten, dat kan niet. We gaan dus liever 10 uur open en we gaan liever op 2 plaatsen tegelijk in de eetzaal, dat ze kunnen hun maaltijd kunnen geserveerd krijgen, dan dat mensen in de rij moeten staan. En mensen die dat dus echt niet willen, zeggen van, nou, kom dan 10 minuten later, dan is de ergste drukte voorbij en dan is er helemaal geen rij. Dat zijn natuurlijk hele, hele duidelijke signalen. Dat is, en daar wordt ook absoluut op ingespeeld. Dat is ook helemaal oké. Ja, nee, maar mensen, dat is ook wat je net zegt, hè, dat de mensen vooral bezig zijn met het leven, hè, met het, ja, het vieren van het leven. En dat is toch eigenlijk ook wat, ik denk toch, tenminste zoals ik het gezien heb bij mijn vader en zijn familie en heel veel mensen hier in Den Haag bijvoorbeeld, die zijn teruggekomen en die allemaal gewoon de boel opgepakt hebben en verder gegaan zijn. En gewoon, wij gaan door, wij maken er iets moois van. En ja, dat is zo bijzonder om te zien dat de mensen die zulke verschrikkingen hebben meegemaakt en toch vol goede moed verder gegaan zijn. En dat is precies wat jij vertelt over de mensen die jij dus nu in Bethuliana hebt, die dus de kinderen waren in de tijd van de oorlog. En die dat nog steeds eigenlijk, dat is de manier van overleven. Kijken naar het goede, naar het positieve. En daar wat moois van maken. Ja, ik leer ook heel veel van de bewoners. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk naar hoe de mensen oud zijn. Hè, hoe ze oud geworden zijn, hoe ze doen. Wat hun levensinstelling is. En ik leer daar heel erg veel van. Ik leer daarvan hoe ik later zelf oud wil zijn. En dat begint nu. Als je moet je nu eigenlijk, als je zegt ik wil later geen oude zeur worden, dan moet je daar nu al mee beginnen. Want je kan niet nu een zeur zijn en dan zeggen, nou straks stop ik ermee. Nee, dat bestaat natuurlijk niet. Dus als jij zegt van ik wil later bepaalde manier in het leven staan, bepaalde interesses hebben, relaties hebben met de mensen om me heen, dan is dat nu al. En ik ben me daar heel erg bewust van door mijn werk in Bethuliana. Ja. Ook, ik zeg zomaar,
voorwerpen. En er komen wel eens mensen die dan gaan verhuizen en dan zeggen ze, wat moet ik nou? Ik heb de bank. Dan zeg ik, oké, u heeft een bank. Ik dacht, ja, ik kan hem niet meenemen. Dan zeg ik, nee, kan ik me voorstellen. Het is misschien een beetje te groot, maar dan... Maar ik kan eigenlijk dus niet komen, want ik heb mijn bank. En dan denk ik, ja, dat klopt dus niet helemaal. Je moet gewoon je bank los kunnen laten. Nou heeft een bank en een tafel heeft natuurlijk emotionele waarde soms. Maar dan denk ik, nee, dat zijn niet de dingen die je moet tegenhouden. Dus dat probeer ik ook heel erg, gewoon geen aandacht besteden aan dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn. He, en dan komen de mensen en hebben ze hun bank achtergelaten en zeggen ze daarna, dat was zo'n onzin dat ik daar zo mee heb gezeten. Dat was zo niet belangrijk. Maar op dat moment, ja, is dat even een barrière waar je overheen moet. Dus dat is heel interessant om dat te zien. Ja. En hoe is dat eigenlijk nu met corona? Hoe is het voor jullie? Hoe gaan jullie daarmee om? Kijk, de corona is natuurlijk een hele moeilijke periode voor de hele wereld. Het is ook een periode waar je niet op voorbereid bent. Plotseling was het er. En met name in de eerste golf, hè, in Israël zijn we net na de tweede golf eigenlijk. In de eerste golf waren de mensen heel erg bezig met hun ervaringen die ze in de oorlog hadden. Want het kwam heel erg bekend voor. Het gevoel van het gevaar is buiten, het is gevaarlijk buiten, je moet binnen blijven en je bent onveilig, je moet je een beetje verstoppen. Nou, dat was dus heel erg waar de mensen in eerste instantie aan dachten. En toen bleek dus dat ze ook anders kunnen denken van ja, maar we blijven juist binnen en er wordt voor ons gezorgd en we hoeven hier binnen helemaal niet bang te zijn en hier binnen kan alles. We kunnen ook wel naar buiten, maar dan moeten we weten hoe we dat doen, hè, mondmaskers op enzovoort. Op een gegeven moment kregen de mensen het gevoel dat ze wel degelijk controle hadden over wat er gebeurt. Dus dat was absoluut heel belangrijk. In Israël is het beleid een beetje anders dan in Nederland. Dus iedereen moet continu met mondmaskers oplopen. Er is hier nog altijd een grote lockdown. Langzaam maar zeker zijn ze net begonnen weer met de scholen open te maken. De gewone winkels zijn nog niet open, alleen de supermarkten. Dus het is wel eventjes heel, heel moeilijk. De mensen die hebben er een beetje genoeg van. Met name ook omdat ze hun kinderen en kleinkinderen niet kunnen ontmoeten. Dat begint nu weer te komen ook. Het was ook 2 weken dat we in Beit Juliana een lockdown hadden. Dus ja, het is een moeilijke periode. En mensen hebben er genoeg van. Maar dat is natuurlijk over de hele wereld. Ik heb er ook genoeg van. Maar het feit is dat je samen woont, dat is wel heel belangrijk. Mensen die dus thuis ergens in een flat, in een huis wonen, die zijn veel geïsoleerder en die hebben het veel moeilijker dan mensen die dus in een leefvorm, in Beit Juliana, wonen, waar ook activiteiten zijn en andere mensen en het leven gaat gewoon door en de eetzaal is open. Dus in het huis zit je een beetje in een bubbel, ja. in die hele corona-wereld. Ja. En we hebben regelmatig coronatesten. De staf heeft iedere week. De bewoners hadden 1 keer per maand tot nu toe. We hebben het deze week weer gehad. En we hebben helemaal geen corona. Niet bij de bewoners, niet bij de staf. We zijn volledig vrij. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar ja, dit is een moeilijke periode, dat wel. Ja, ja, nou ja, dat is wel heel geweldig dat Baruch Hashem iedereen... zowel personeel als bewoners, coronavrij is. En jullie zijn inderdaad toch een bubbel. Hè, dat ja. Want volgens mij hier in de verzorgingshuizen is elke afdeling gesloten. Dus mensen komen helemaal niet bij elkaar. Ook voor zover ik weet in de eerste lockdown was ook dat gewoon... Ja, de mensen die in de appartementen wonen... zagen dus gewoon ook echt niemand, want hun eten werd naar boven gebracht en niemand mocht op bezoek. Nou, op een gegeven moment mocht er dan 1 iemand op bezoek met bepaalde voorwaarden. Maar daar had je dus niet dat gevoel van, we kunnen met elkaar nog wel de tijd doorbrengen. En dat hebben jullie wel, dus dat is wel een heel groot voordeel. Ja, de eetzaal is gewoon open en we hebben activiteiten en we hadden...
Zijderavond hadden we in groepjes in het huis en de herdenking. Het leven gaat gewoon door. We moeten gewoon iedere keer opnieuw denken, hoe doen we het even anders? Maar we doen het wel. Dus het is inderdaad, het is heel anders. Krijg je een seintje? Nee, 1 seconde. Ja, dat jullie in Beit Juliana de mogelijkheid hebben gehad om continu minion te hebben en kaddish te zeggen voor mensen voor wie kaddish gezegd moest worden. Want dat was natuurlijk bijna nergens op de wereld mogelijk. Ja, ja. Nou, dat klopt inderdaad. Toen de eerste corona, toen we dus hoorden wat er gebeurde in buiten Israël en toen de eerste coronazieken in februari in Israël kwamen, toen was het niet moeilijk om te bedenken wat er snel zou gebeuren. Dus wij hebben vanaf Purim hebben we eigenlijk het huis voor mensen van buitenaf gesloten. En daardoor hebben we onszelf beschouwd als een kerngezin eigenlijk. Een kerngezin met 170 mensen. Maar daardoor inderdaad hebben we een heleboel dingen kunnen doen die eigenlijk ergens anders niet meer kunnen. En dat was inderdaad de shul die gewoon open bleef. En inderdaad, dat over mensen over de hele wereld in Beit Juliana Kaddish werd gezegd dat kon, want de shul was gewoon open en er was minder van alleen bewoners van het huis. En dat is een voorbeeld van inderdaad hoe wij die coronaperiode tot nu toe gewoon zijn doorgekomen. We zijn heel erg alert en het leven gaat door. We moeten gewoon eventjes bedenken hoe we het doen, maar we doen het. Mm-hmm. Ja, nou dat. Geweldig. Baruch Hashem. Ter afsluiting, zou jij nog iets, heb je nog een boodschap of een mooi verhaal, iets voor de luisteraars, voordat het tijd is om te stoppen? Ik heb heel veel mooie verhalen. Ik persoonlijk vind het eigenlijk heel mooi om in Beit Juliana te werken, omdat het voor mij een beetje een afsluiten van een cirkel is. Ik ben ook verloskundige. En ik heb dus in een periode van mijn leven heb ik mensen geholpen om op deze wereld te komen. En nu mag ik mensen begeleiden om deze wereld te verlaten. En dat is eigenlijk beide een voorrecht, vind ik. Ik vind dat beide is een hele bijzondere gebeurtenis in het leven. En dat is inderdaad ook wat we in Beit Juliana doen. Ik zeg het, we verkopen levenskwaliteit en het moet gewoon mooi en kwalitatief goed zijn. We komen soms hele leuke en interessante dingen tegen. Mensen die bij elkaar in de eerste klas van de lagere school hebben gezeten. En daarna ieder zijn eigen kant op gegaan. En plotseling worden ze weer samen in hetzelfde huis. Broers en zussen die samen in hetzelfde gezin zijn groot geworden. En nu weer samen in hetzelfde huis wonen. Een keer een schitterend hebben vaak, of iedere vrijdagavond is er een gespreksgroep met de bewoners. En mensen vertellen gewoon gezellig, een kopje koffie drinken ze dan, een kopje thee. En dan vertellen ze over wat grappige dingen die in hun leven gebeurd zijn. Dus ik had daar 2 bewoonsters. En de ene die was verpleegkundige geweest en die zei, nou ik heb een keer zo'n raar verhaal meegemaakt. Toen ik net verpleegkundige was, toen was daar een leerling verpleegkundige. En die hebben we toen gevraagd of die de kunstgebitten van de mensen wou schoonmaken. En dat is een stomme leerling, die heeft gewoon 1 grote bak gepakt. En die heeft van de hele afdeling al die kunstgebitten verzameld. En die heeft kunstgebitten verzameld en schoongemaakt. En toen wisten wij bij God niet meer van wie dat gebit was. En toen stond er een andere dame op, zegt ze, oh god, dat ben ik geweest. Dus het was een andere bewoonster. Die had dus helemaal niet in de gaten dat die verpleegkundige, dat ze die dus 60, 70 jaar geleden een keer ontmoet had. Maar die leerling die vertelde toen ze inderdaad, daarna is ze gestopt. Ze begreep dat de verpleging niks voor haar was. Maar dat komen we soms tegen, dat mensen elkaar al jaren geleden tegen zijn gekomen en nou weer opnieuw. Ja. Dat is wel leuk. Mooi. Misschien zijn er mensen die wat willen vragen, ik weet niet. Oké, er is een vraag in de chat. Iemand vraagt of je kent het boek De Danseres zonder Benen, of ik het ken. Ja, uiteraard ken ik het. Ik zeg toch, ik ben fan van Clara Aschenbach. Dus De Danseres zonder Benen, dat is natuurlijk het boek waardoor ik fan ben geworden. En eigenlijk wat ik zo bijzonder... Heb jij het... Ken jij het boek, Susanna? Ik ken het boek. Ik heb het gelezen, ja. Even ja, nou, wat ik
ja, ik heb het nu ondertussen een paar keer gelezen. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat zij dus in begin 1900, want bijvoorbeeld het boek met de liedjes heeft ze geschreven in 1918. En dat zij en haar man dus ook zo met volle overgave en liefde bezig waren het Jodendom te verspreiden. En voor mij als Chabad Shluga, we zijn door de Rebbe gestuurd naar plekken, iedereen naar een andere plek in de wereld om het Jodendom te verspreiden. Maar voor mij is eigenlijk, ja, Clara Asche-Pinkhoff deed hetzelfde. Want zij is dus met haar man in Groningen gaan wonen na hun huwelijk. En ze is daar ook gebleven toen haar man overleed, terwijl zij dus achterbleef met 6 kinderen, waarvan de oudste 5 was. En ze had ook een tweeling. En zij bleef haar werk voortzetten. En die prachtige liedjes die ze geschreven heeft, en die boekjes, en de liefde voor het Jodendom, wat in die boekjes gewoon, ja, je gaf gewoon het Jodendom met een paplepel naar binnen, maar dan met zoveel simge en zoveel liefde. En ja, dat is gewoon onvoorstelbaar hoe zij dat gedaan heeft. Dus ja, de danseres zonder benen is wat mij betreft zeker een aanrader voor wie het nog niet gelezen heeft. Je kan het ook in de gewone bibliotheken krijgen. Volgens mij zijn er een aantal van haar boeken in de gewone openbare bibliotheek te leen. Ja, we kunnen op het moment is de lockdown ook voor bibliotheken, dus we kunnen nu niet naar de bibliotheek. Maar ja, dat is de danseres zonder benen. Ja. Nou, laten we afsluiten met iets vrolijks. Laten we hopen dat de mooie... Mag ik even reageren? Sarah, mag ik even reageren? Ik zie twee vragen. Inderdaad, dokter Kramer is mijn vader. Ik ben de trotse dochter van mijn vader. Beth Juliana ligt in Herzliya, niet in Jeruzalem. Dat werd ook gevraagd door iemand. Oké. Okay. Ja, ik heb de chat even niet in de gaten gehouden. Oké. Okay. Nou, het is inderdaad zeker klinkt heel aantrekkelijk om een keertje langs te komen. Ik weet niet wanneer we weer naar Israël kunnen. Bezrat Hashem dat het heel snel zal zijn. En dat je in goede gezondheid verder kan gaan met dit hele mooie werk wat je doet. En Bezrat Hashem, dat we allemaal naar Jeruzalem, naar Israël kunnen komen. Ik wil deze avond zeggen Le'ilui Nishmat Michael Satya ben Moshe en Levi Yitzchak ben Aryeh Leib. En misschien wil jij nog een naam toevoegen. Dat heb ik je niet van tevoren gevraagd. Ja, natuurlijk mijn lieve oudste zus die 16 jaar geleden, is precies nu 16 jaar geleden overleden is. Floriet Esther Bat Prins Rivka. Ja. 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 Ja, mijn vader, oké. Okay. En je ouders zijn dus nu in, die wonen in? Mijn ouders die zijn in 2015 op Aliyah gekomen en die wonen sinds die tijd in Beit Juliana. Vorig jaar is mijn vader overleden. Okay. Ja, en mijn moeder die leeft in Beit Juliana, die is zelfstandig en die heeft het heel erg naar haar zin. Ja. Oké, okay, dus die kan nachts van jou sleppen. Ik zeg altijd, vroeger woonde ik bij jou, nu woon je bij mij. Ja. Dus nu woont ze in Beit Juliana, ja, dus dat is heel goed. Ja. Oké, okay. Nou heel erg bedankt voor je tijd. Ja, en voor de mooie dingen die je doet. En Bezrat Hashem, in goede gezondheid, dat we elkaar snel zullen zien. Ja, en dankjewel dat je mij hiervoor gevraagd hebt. Ik vind het een hele eer. En heel veel succes met dit mooie programma. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Tot volgende week. Dankjewel. Bedankt. Goedenavond. Dankjewel. Heel fijn om je te zien. Heel goed. Dankjewel. Was heel mooi. Oké. Graag gedaan. Tot ziens.
En nog veel succes met alles wat je doet. Dank jullie wel. Dag Sjan. Kusje voor Pietje. Hai, zal ik doen. Dikke huk en ook voor Tamar. Was heel fijn, was heel leuk en herkenbaar ook. En bedankt Menno voor je hulp met dit regelen. Voor het aanbod aan jou. Voor de shidduch, ja. Het was goed. Oké. Okay. Doei. Tot ziens. Bye.